I'm the average auto worker. I'm equivalent of Joe the plumber. I make about $700 to $800 a week, maybe. My job might be there, might not be there. Ken Meffert is deze dagen aan zijn televisietoestel gekluisterd, hongerig naar nieuws over de economische crisis. Net als duizenden andere autowerkers uit Detroit leeft hij in de grootste onzekerheid over zijn toekomst. We heard three different rumors within the day. I mean, one rumor was, you know, we're going to be laid off until Monday, and then another rumor was we're going to be laid off indefinitely, which is basically just saying you're not fired, but don't call us, we'll call you. Ken werkt in de Chrysler-fabriek in Warren bij Detroit. Zijn bedrijf bracht eerder dit jaar de succesvolle pick-up, de Ram, uit, maar dat volstond niet om het bedrijf van de rand van de afgrond te redden. Autodealers geven reusachtige kortingen en hopen tegen het einde van het jaar van hun stocks af te raken. Maar de kans dat het lukt is klein. Sales are steady. They're down at this dealership. Probably around 65% or 70%. De drie grote automakers in Detroit kwamen eerder deze week bij het congres aankloppen voor steun. Ze willen dat de federale overheid doet voor de auto-industrie wat ze gedaan heeft voor Wall Street. $25 miljard is nodig om Detroit te redden, vinden ze. Everyone's just living for the moment and hoping Obama will do something. Because if he lets it go, you can go to any block in the states here. En je gaat vinden huizen die zijn verkocht, of vacant, of voor sale. De drie grote automakers van Detroit, Ford, General Motors en Chrysler, staan met de pet in de hand voor staatssteun. Zonder miljarden overheidsgeld doemt het failliet. En dat zou niet alleen voor de al zwaar getroffen staat Michigan, maar voor de hele Amerikaanse economie een ware catastrofe zijn. Jan de Poorter, VRT Nieuws, Detroit. Hey,